Hoi allemaal, ik ben Diana van Die is Goedessel en vandaag ga ik laten zien hoe je deze messy bun kan maken. Oké, ik ga beginnen met mijn haar op te steken natuurlijk. En daar gebruik ik dit spannende ding voor. Normaal heb je met normale elastiekjes vaak dat het net of iets te strak zit of net iets te los. En met deze kun je helemaal zelf bepalen hoe je het wil hebben. Dus ik ga als eerst al mijn haar bij elkaar pakken. En het is een messy bun, dus doe vooral niet netjes of te strak of zo. Doe gewoon een beetje losjes. En dan pak ik dus deze. En er zitten aan allebei de kanten haakjes. Dus ik haak hem er aan één kantje in. En dan ga ik het om mijn haar heen draaien. Dan haak ik de andere kant even vast. Ik zal heel even een speldje ook hier achterin meteen douwen. Nu neem ik een droog shampoo. En droog shampoo is niet alleen handig om je haar een beetje op te frissen. Het geeft ook echt onwijs veel volume. Nou, je kan het natuurlijk nu zo laten. Maar ik ga hem nog eventjes iets meer bavavoel maken. Dus ik ga touperen. Dan ga ik gewoon plukje voor plukje het een beetje terugkammen. Oké, je kan ook voor de ananas look gaan. Maar dat ga ik niet doen vandaag. Ik neem een oppervlakteborstel en deze heeft niet hele lange punten eraan. Dus je borstelt alleen de bovenste haartjes. En dat zorgt ervoor dat je dus wel het volume behoudt, maar dat het wel iets netter eruit ziet. Zo. Oké, nu gaan we er dus een knot van maken. Dus ik neem het staartje en die ga ik gewoon een beetje ronddraaien. En dan neem ik een schuifspeldje. En ga ik die aan de achterkant vastzetten. Nu zit de basis erin en gaan we hem natuurlijk nog iets meer een beetje rommelig maken. Dus kan gewoon met je vingers gewoon een beetje aanfriemelen. Wat plukjes lostrekken, hier ook aan de voorkant. Nu maak ik hem alleen nog even af met een beetje haarlak. Dit is dus het eindresultaat. Heb je hier nou wat aan gehad? Vergeet dan niet even de video een like te geven. En hieronder staat een linkje naar mijn kanaal, mocht je meer van mijn video's willen zien. En abonneer natuurlijk ook even op het kanaal van Cosmopolitan om meer beauty tutorials te zien. Heel erg bedankt voor het kijken. Doeg!